Leidse regio in ongekende crisis door coronavirus, regionaal coronacentrum bij Alrijnen Leiderdorp en zorgen bij ondernemers en organisatoren. Dag dames en heren, welkom bij het Unity.nu weekoverzicht. De Leidse regio is in een ongekende crisis gestort. Flinke maatregelen om het coronavirus te beteugelen. Het virus waar ook in de regio steeds meer mensen besmet mee raken. Zondagavond kondigde het kabinet een algehele sluiting van horeca, sportclubs en coffeeshops af. Een half uur van tevoren kwam de mededeling. Dat ziet er dan raar uit. Voor ondernemers in de regio een enorme strop. 3 weken geen klanten en dus geen omzet. Ja, het is natuurlijk balen dat dit gebeurt. Kijk, gezondheid is heel belangrijk natuurlijk. Economisch gaat het wel een probleem worden, want 3 weken is best een lange tijd om omzet te missen. En je hebt er wel rekening mee gehouden, maar niet op gehoopt natuurlijk. De afgelopen maanden is het al niet zo druk geweest in de horeca, dus het wordt een probleem. Wat ga je de aankomende 3 weken doen? We gaan sowieso een beetje klussen. Dat is het enige eigenlijk wat we kunnen doen. We kunnen niet open. Wat hebben de maatregelen voor invloed op jou? Ja, alles. Maar we moeten gewoon lekker ons ding blijven doen. En we proberen dat gewoon zo goed mogelijk te doen. Wassen, kijken en blijven lachen. Want dat is zoete waarde. Ja. En nou het café, de vriendschap, dat moet na 3 weken dicht. Hoe ga je dat ervaren? Ja, we passen ons aan de maatregelen die er zijn. Iedereen moet zijn ding doen. En wij ook. Een groot deel van het bedrijfsleven ligt stil. Gevraagd wordt om thuis te werken en sommige bedrijven liggen zelfs helemaal stil. Wij spraken Martine Breedveld van VVD Leiderdorp over de toestand in Leiderdorp. De impact voor de ondernemers die lijkt me gigantisch. Als je nu al weet dat je 3 weken je zaak moet gaan sluiten, dat gaat een hele hoop ondernemers denk ik echt heel veel kopzorgen opleveren. En wij als VVD-fractie hebben in ieder geval inspiratie ontleend aan een aantal andere gemeenten. VVD-fractie is al daar, waarvan we zagen dat ze daar direct vragen over wilden gaan stellen. En wij hebben besloten dat ook te doen. Wat kan de lokale politiek betekenen voor de ondernemers die dit raakt? Ja, ik kan me in ieder geval voorstellen, afgelopen maand lag bij veel ondernemers de aanslag op de mat voor de onroerende zaakbelasting, afvalstoffen, reinigingsheffing. En ik kan me voorstellen dat het al heel veel lucht gaat geven als je die in ieder geval niet direct zou moeten betalen. En wat er meer kan, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Vandaar dat ik eerder vanavond bijvoorbeeld met de LOV belde en aangaf, als er dingen zijn waar we aan moeten denken, waar we bij kunnen helpen, laat het alsjeblieft weten. Dat is ook de reden waarom we nu raadsvragen stellen aan het college. Zorg dat er uitstel komt, maar B, zijn er andere zaken waarmee we de ondernemers op dit moment kunnen ontlasten. Ook spraken wij verantwoordelijk wethouder Willem Joosten. Worden er nog maatregelen genomen voor de ondernemers in Leiderdorp? We hebben in ieder geval vanochtend in de wetenschap wat er gisteren gebeurd is. Met heel veel ondernemers heb ik in ieder geval vandaag contact gehad. Met name vanuit de horeca natuurlijk, maar ook alle andere winkeliers. Om eens even te kijken van wat er in het dorp allemaal gebeurde en hoe het eigenlijk ontvangen is, alle berichtgeving. En die informatie hebben we vandaag ook hier intern besproken. En dat betekent dat we vooralsnog gewoon natuurlijk de landelijke richtlijnen aanhouden voor wat betreft de sluiting van de horeca. Voor de rest blijft alles gewoon zoals het is, als het was. Of voor zolang het duurt, want dat weten we natuurlijk niet. Dus we kijken gewoon op basis van de actualiteit en de richtlijnen of er nog aanvullende maatregelen zijn. Maar we zijn in ieder geval wel, en dat hebben we vanochtend met alle ondernemers ook afgesproken. We gaan een goede communicatie met elkaar opzetten, waarin we de informatie die wij graag met de ondernemers willen delen, op een goede gestructureerde manier gaan doen. Maar dat ook aan de andere kant de ondernemers, al dan niet in georganiseerd verband met de groepen die zij vertegenwoordigen, met ons in contact kunnen komen over vragen die er zijn, of dingen die we kunnen doorverwijzen, of als er bepaalde dingen zijn waar wij nog als lokale overheid een rol in kunnen spelen om dat met hen te bespreken. Ook de scholen gingen dicht. Dat is best lastig, aangezien een aantal ouders in vitale beroepen werken. Zondagavond was het voor schoolbesturen even zoeken wat nu het beste plan van aanpak was.
Nou, wij hebben 17 basisscholen en 6 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. En die zullen allemaal dichtgaan. Dat betekent dat de leerlingen niet meer op school kunnen komen. Maar dat wij zullen proberen om met de leraren samen te zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk door kan gaan. Op afstand, digitaal waar kan. En als het niet kan, dan zullen we proberen uit te zoeken hoe we het later kunnen inhalen. En natuurlijk hebben we toch ook een andere verantwoordelijkheid. Namelijk de verantwoordelijkheid om ook te kijken of we de kinderen die van ouders die in die zorg werken of die bij de hulpdiensten werken en die van die vitale beroepen hebben om onze maatschappij overeind te houden, of we op de een of andere manier kunnen zorgen dat deze kinderen goed opgevangen worden. Precies. En hoe gaan de aankomende 3 weken eruit zien? Ja, dat is voor mij wel koffiedik kijken. Ik bekijk het nu maar per dag. In ieder geval zullen de komende 3 weken de scholen geen kinderen ontvangen. Niet meer dan echt hoog noodzakelijk is. Misschien, we wachten nog even af wat de overheid gaat zeggen over de examenkandidaten. Het zou misschien kunnen betekenen dat we de examenkandidaten toch in kleine ploegjes toch nog op school moeten laten komen om iets af te ronden. Maar dat zullen we zien en dat hopen we in de loop van deze week te horen te krijgen. De coronacrisis treft ook de Leidse bioscopen. 3 weken lang staat er nu een groot hek voor de ingang van de bioscoop. Dat is gek, want de bioscoop is normaal bijna het hele jaar open. Wie naar de bioscoop denkt te gaan, komt voor een groot hek te staan. Net zoals alle scholen en horeca zijn alle bioscopen in Leiden ook gesloten. En zo'n lege bioscoop geeft toch een gek gevoel. We zijn 362 dagen per jaar open. Eigenlijk 2 en 3 oktober zijn we dicht en Koningsdag zijn we dicht. Voor de rest zijn we eigenlijk altijd open. Dus dat is inderdaad een beetje een raar gevoel. Maar ja, dat zullen mensen ongetwijfeld ook meer hebben. Op school of thuis of bij hun eigen werk. Dat is overal. Het is voor iedereen denk ik heel raar. Ja, we moeten hier gewoon even met elkaar goed doorheen komen. Dat gaat ook lukken natuurlijk. Trianon geeft de mogelijkheid om tickets te kopen voor een voorstelling in een latere tijdsperiode. Bezoekers met een ticket voor in de aankomende 3 weken hoeven zich geen zorgen te maken. Wij hebben alles natuurlijk teruggeboekt. Dus als maar mensen via de site een kaartje hebben gekocht, dan krijgen ze, of dan hebben ze al teruggekregen, of dan krijgen ze automatisch het geld terug. Als dat niet goed gaat, dan hoop ik dat mensen zich meteen willen melden. En als het niet goed gaat, waar kunnen ze zich dan melden? info@bioscoopleiden.nl. Maar de kans dat dat niet goed gaat is buitengewoon klein. De bioscoop mag nu dan dicht zijn, er wordt niet stilgezeten. Wij zullen er alles aan doen. We zijn natuurlijk ook gesprek aan het voeren met de distributeurs. Dat zijn de vertegenwoordigers van de studio's hier in Nederland. Zijn we nu al gesprek aan het voeren van oké. Hoe kunnen we dan zo meteen, als we weer naar de bios mogen, eindelijk, na 3 weken thuis zitten, dat wordt niemand blij van uiteraard. Dus als we dan weer naar buiten mogen, hoe we dan die mensen hier het beste kunnen verwennen en ontvangen. Met nieuwe titels en titels die we nu even stil hebben moeten zetten, zodat dan natuurlijk ook weer terugkomen. Die moeten gewoon doorgaan, voor een deel in ieder geval. En er zullen ongetwijfeld ook mooie nieuwe titels bij komen. Dus we zijn daar, ik ben daar nu al mee bezig. Om dat moment zo meteen zo goed mogelijk vorm te kunnen geven. Mochten de maatregelen tegen het coronavirus niet escaleren, dan zal de bioscoop net zoals alle scholen en horeca tot en met 6 april gesloten zijn. Tussen alle nare berichten door zijn er ook ontzettend veel initiatieven die het goede in mensen naar boven haalt. Zoals in de Leidse Merenwijk. Het coronavirus grijpt om zich heen en steeds meer mensen gaan in quarantaine. Maar de dagelijkse bezigheden, zoals boodschappen doen en de hond uitlaten, moeten toch gebeuren. En dat gaat niet als je thuis moet blijven. Wijkvereniging Merenwijk komt met een oplossing. Wij hebben een meld- en koppelpunt opgezet voor hulpassistentie in de Merenwijk. Dit meldpunt is voor alle mensen die hulp nodig hebben, maar ook voor alle mensen die hulp willen geven. Als ze zich bij ons melden, dan zorgen wij ervoor dat die mensen aan elkaar gekoppeld worden en dat de hulp tot stand kan komen. Want het gaat vooral niet om medische hulp. Het gaat erom dat mensen een boodschapje nodig hebben of een hond uitgelaten willen hebben of gewoon even een praatje willen kunnen maken. Het meldpunt is te bereiken via e-mail en via telefoon. Ik zal het e-mailadres even noemen. Dat is corona@wv-merenwijk.nl. Dat is wijkvereniging Merenwijk.nl. Of op het telefoonnummer 06-5720-4140, maar je kunt ook gewoon op de website van de wijkvereniging Merenwijk kijken. Er zijn nog geen aanmeldingen, want het e-mailadres is pas sinds gisteren live en het telefoonnummer komt vandaag live. Maar er zijn al wel heel veel mensen die zich bij ons hebben gemeld om ons hulp te geven. Om een paar te noemen, een heleboel mensen op Twitter hebben zich al aangemeld, waar we heel dankbaar voor zijn. En de kerk die helpt ons heel goed, want die gaan voor ons morgen alle flyers bezorgen. Dit meldpunt zal actief zijn zolang als het nodig is.
Beste Meerwijker, hebt u hulp nodig? Aarzel dan niet ons te bellen of te mailen. En andere Meerwijker, wilt u hulp bieden? Aarzel dan ook niet. Een kwartier lang was woensdagavond het geluid van de kerkklokken te horen in de Leidse binnenstad. Vier kerken, de Marekerk, de Hooglandse Kerk, de Regenboogkerk en de Vredeskerk, lieten tussen 7 en 7:15 hun klokken van hoop en troost horen. Juriaan van Duren deed dat in de Leidse Marekerk. Zo klonk het woensdagavond in de Leidse binnenstad. En zo gaat het ook klinken voor de aankomende 3 woensdagen voor een kwartier lang. De Raad van Kerken in Nederland roept op om de klokken van hoop en troost te laten klinken. Juriaan van Duren deed het in de Leidse Marekerk. Wij gaan de klokken luiden van de kerk, omdat we gehoor willen geven aan de oproep van de Nederlandse Raad van Kerken om vanavond tussen 7 en 7:15 alle klokken van het land van kerken te laten luiden. We willen een stukje troost, denk ik, geven aan mensen. Een stukje wat van ons laten horen. Want afgelopen zondag waren de meeste kerkklokken, denk ik, stil. Omdat er geen diensten, geen openbare diensten waren. Mensen een stukje troost te bieden. Een stukje verbondenheid te laten zien. En te kijken wat we daar mensen mee kunnen helpen. Het is niet alleen de Marekerk in Leiden die van zich laat horen. De Hooglandse Kerk, de Marekerk, de Vredeskerk en de Regenboogkerk. En ik begreep dat al onze katholieke broeders en zusters ook vrolijk met ons meeluiden. En voor de aankomende 3 woensdagavonden zal de binnenstad dus zo klinken. In de huisartsenpost bij het Alreine ziekenhuis Leiderdorp werd deze week een regionaal coronacentrum ingericht. Huisartsen kunnen patiënten die mogelijk het coronavirus hebben opgelopen naar het centrum sturen. Het centrum is 24/7 open. In supermarkten wordt flink gehamsterd. Maar hoe moet dat dan bij bijvoorbeeld de voedselbank? Minister Corolla Schouten kwam donderdagmorgen polshoog te nemen. In de tijd van het coronavirus hebben niet alleen de supermarkten een belangrijke rol, maar ook de voedselbanken. Om zich te laten informeren over de gevolgen van het virus op de voedselbanken bezocht minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdagochtend de voedselbank in Leiden. Voedselbanken die doen echt geweldig werk. Maar het is nu van het grootste belang dat het werk ook door kan blijven gaan. Daarom zijn we hier om te horen wat eventuele knelpunten zijn. Hoe we die kunnen oplossen, hoe we als Rijksoverheid daar ook een rol in kunnen spelen. En heel concreet is het op mijn terrein, gaat het over hoe zorgen dat er voldoende voedsel blijft voor de voedselbanken. Supermarkten die leveren op dit moment minder aan, omdat natuurlijk heel veel mensen zelf nu al de zaken aan het inkopen zijn. Nou, wat zijn dan de andere manieren waarop je dat voedsel kunt verzorgen, maar ook hoe je het bij de mensen krijgt. De manier van uitdelen van de voedselpakketten is een van de veranderingen die de voedselbank heeft moeten ondergaan. Ja, we kunnen niet meer uitdelen volgens het winkelconcept. Normaal komen de klanten binnen. Hè, dan noteren we nou hun naam. We lopen zo'n namenlijst af. Dan mogen ze winkelen in het winkelgedeelte. Mogen ze kiezen wat ze willen hebben. Maar dat kan nu niet, want we willen niet zoveel mensen binnen hebben. Dus we... In plaats van dat de mensen dus aan de voorkant komen, komen ze dus nu aan de achterkant. Dus wat we nu doen, nu is er helaas dus geen keuze. Nu krijgen ze gewoon wat wij allemaal gedoneerd hebben gekregen. De voedselbank wordt de laatste dagen goed bevoorraad door de Leidse horeca. Maar de vraag is, hoe lang kunnen ze dit blijven volhouden? Dat er nu voldoende is, wil niet zeggen dat het over de weken daarna ook zo is. En daar zijn wij nu al aan het kijken of we bijvoorbeeld gewoon bij degene die de producten produceren, of dat we daar ook al afspraken mee kunnen maken. We kunnen met het groente en fruit wat we nu hebben nog deze week en volgende week. Nou ja, en met de vaste voorraad ongeveer 4 weken. En dan is het op. Blijven jullie dan open? Wij blijven open zo lang als het kan. Wat wij echt heel graag willen is zorgen dat dit soort zaken gewoon door kunnen blijven lopen. En daar doen we alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Het bezoek van de minister werd afgesloten met bosjes bloemen voor de vrijwilligers van de voedselbank. Veel evenementen gaan niet door. Zo werd deze week de Leiden Marathon verplaatst, de singelloop geschrapt en ook Koningsdag en Bevrijdingsdag vallen in het water. Ja, dat was een moeilijke beslissing. Uiteindelijk eigenlijk niet zo'n hele moeilijke beslissing. We hebben natuurlijk lang uitgesteld.
Maar we denken aan onze gezondheid van ons allen. En we hebben gisteravond de beslissing genomen vanuit het bestuur dat we geen Koningsdag gaan vieren. En onze activiteiten, zowel in het centrum als in de wijken, hebben stopgezet. En dat geldt overigens ook voor, ik ben ook voorzitter van de stichting Bevrijding Leiden. En dat geldt ook voor de festiviteiten die we hadden georganiseerd, of zouden gaan organiseren van 2 tot en met 5 mei. Ook die hebben we in overleg met zowel het comité 4 en 5 mei als met de Bond voor de Oranje Vereniging en burgemeester Lemfrink geheel stopgezet. En waarom hebben jullie het besloten? Ja, waarom hebben we besloten? Ik denk dat er niemand op deze aardbol niet zou begrijpen waarom we het besloten hebben. Je hoeft maar de pers te volgen, het debat te volgen. Ik weet, net als ieder ander, dat alle maatregelen tot 6 april zijn. Dat duurt nog heel lang, tot 27 april en 2 mei. Maar nou ja, we hebben geen glazen bol, maar wij denken persoonlijk dat het niet op 7 mei allemaal weer hoezee is. En dan kan je beter nu die beslissing nemen. En weet je, als het Songfestival en de marathon en wat is het nog meer, het EK. En weet ik waar ze allemaal niet over nadenken nu. Als dat allemaal gecanceld wordt, moeten wij dan hier gewoon Koningsdag gaan vieren? Nee, dat gaan we niet doen. En wat voor gevolgen heeft dit voor de stad en voor de feesten? Nou ja, voor de stad, dat we, misschien zitten we wel binnen dan, dat weet ik niet, dat weet niemand. Zitten we niet binnen, dan zullen we misschien mini feestjes hebben. Maar ik weet niet wat de maatregelen dan op dat moment zijn. En zijn de maatregelen nog stevig, dan moeten we misschien allemaal onze oranje shirt of oranje vlag uithangen om te laten zien dat we er wel aan denken. Maar ja, met alle respect, ik weet het niet en niemand weet het nog. En wat betekent dat voor jullie als vereniging? Een moeilijke beslissing, omdat er heel veel mensen heel actief zijn om van alles te organiseren. We kregen overigens al vanuit de wijken, want de wijken zijn natuurlijk ook heel actief. We hadden al 2 wijken hadden alles gestopt. Dus de verwachting is dat alle wijken dat al gingen doen. En daar zijn vrijwilligers heel hard mee bezig om dat te organiseren. Die misschien nu ook die zeker in een andere situatie zitten door het coronavirus, door hun kinderen thuis hebben, door hun werk wat er misschien is. Ondernemers die als vrijwilliger werken. Misschien moeten we ons nu even focussen om met z'n allen gezond te blijven en overeind te blijven. En Koningsdag, nou weet je, dat doen we volgend jaar weer. Waar ik me wel zorgen over maak is niet zozeer de viering van 5 mei. Want nou, het Nationaal Comité heeft al gezegd dat we mogelijk in augustus dat gaan vieren. Maar wel natuurlijk de herdenking. Dodenherdenking is iets wat we zeker moeten proberen op welke manier dan ook door te laten gaan. Niet met alle massa mensen. Maar ik begreep van van de Stichting Dodenherdenking Leiden. Die hebben morgen overleg met elkaar om te kijken van hoe kunnen we op een digitale manier, I don't know, toch met elkaar herdenken wat er vreselijk lang geleden, maar toch zo dichtbij, heeft plaatsgevonden. En dan was er ook nog ander nieuws. Het is de tijd van de paddentrek. Padden, kikkers en salamanders gaan op pad en op zoek naar water. Vaak is naast een fiets- of wandelpad water te vinden en dus ook veel padden. De tocht naar dit water kan voor vele padden misschien wel de laatste zijn. De diertjes worden namelijk nogal eens overreden. Gelukkig is daar dan de Leidse paddenpatrouille die de padden in veiligheid brengt. Ze gaan regelmatig in de avond op pad, langs fiets- of wandelpaden vlakbij het water. En daar zitten namelijk veel padden en dat is precies waar de leden van de Leidse paddenpatrouille naar op zoek zijn. Nou, wij zijn hier met de paddenpatrouille. Wij gaan enkele keren in de week gaan wij de straat op om de padden over te zetten en zorgen dat ze veilig oversteken. Dit is natuurlijk het moment voor de paddentrek namelijk. En ze zitten nu volop, komen ze uit de bosjes en dan gaan ze het water opzoeken. En ja, helaas gebeuren er dan ook heel veel ongelukken en wij zijn daar om dat te voorkomen eigenlijk en zorgen dat ze veilig overkomen. Werkgroepen zoals de paddenpatrouille zijn verspreid over heel Nederland. En dat is ook nodig. De paddenpopulatie in de laatste jaren is echt enorm afgenomen. Ik denk als je 5 jaar terugkijkt dat het misschien wel 10 keer zoveel was. En nou ja, daaruit is ook het initiatief gekomen om er nu dat een beetje gaan stabiliseren en daar veranderingen te brengen. Want ja, eerst was het niet echt nodig, maar het is nu wel echt een soort van vitaal aan het worden dat het gebeurt. Want anders hebben we over een poosje echt ja, misschien wel geen padden meer. De hoeveelheid padden, salamanders en kikkers die gered worden hangt af van de situatie.
Nou, het is heel erg afhankelijk van de omstandigheden. Want kijk, je moet denken aan dingen zoals het weer, hoe warm het is, de luchtvochtigheid, hoe erg het waait. Op een dag zoals deze, als het iets warmer is, dan heb je bijvoorbeeld betere kans op alle te zien. Maar als het echt onder 8 graden is, of als het heel hard waait, of als het heel erg droog is, dan zul je er weinig zien. Op een goede avond, volgens mij, als ik denk aan gisteren, zijn er wel mensen die 15 padden over kunnen zetten op een dag. En dan heb je daar ook nog een paar salamanders bij. En dan is het echt wel de moeite waard. Maar ja, als het een heel koude avond is, dan heb je ook wel dat je helemaal niks tegenkomt. De paddenpatrouille in Leiden heeft zo'n 40 leden. Maar meer leden zijn altijd welkom. Nou, ik denk dat het helemaal rond deze tijd, als mensen, ja, iedereen zit nu thuis, dus het is nu helemaal een mooi moment ervoor. Want uiteindelijk is het gewoon even een frisse neus halen, een rondje lopen en meteen wat goed doen voor de omgeving. Nou, waarom zou je het niet meteen mooi combineren, toch? Mensen kunnen zich nu aanmelden via de e-mail. Dat is volgens mij paddenpatrouille@gmail.com. En we hebben ook onze eigen website. Als je kijkt naar padden.nu, dan kan je daar ook de lokale paddenpatrouilles vinden om je bij aan te melden. Kwaak! En dan hebben we natuurlijk nog de Unity.nu poll. Iedere week willen we jouw mening weten over zaken uit onze regio. In de poll van afgelopen week vroegen we jou: Leiden is in de race als beste binnenstad. Terecht? 33% van de stemmers is het ermee eens en vindt dat Leiden de afgelopen jaren enorm is verbeterd. 31% vindt juist dat Leiden achteruit is gegaan de laatste jaren en is het er dus niet mee eens. Nog eens 26% vindt zelfs dat de Leidse binnenstad nog sterk moet verbeteren. En slechts 8% zegt ja, Leiden steekt er met kop en schouders bovenuit. Nogal wisselende meningen dus. De poll voor aankomende week is: wat vind jij van de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus? Stem mee op onze site unity.nu of stuur een video op waarin jij jouw mening geeft. Dit kan via social media of mail naar redactie@unity.nu. Tot zover het unity.nu weekoverzicht. Blijf op de hoogte van het nieuws uit de Leidse regio via de app, de radio, televisie, website en social media. Nog een heel fijn weekend! De burgemeesters uit de Leidse regio reageerden afgelopen week op het coronanieuws en dat willen we graag nog een keer met jullie delen. Blijf ook dit weekend op de hoogte van al het nieuws rondom het coronavirus op onze site unity.nu. Het is maandag 16 maart 2020 en het lijkt wel op een zondag. Hè? De straten zijn leeg en als het goed is bent u thuis om te voorkomen dat het coronavirus zich gaat verspreiden. En dit is pas dag 1. En de boodschap die ik u wil brengen is: het zal nog wel wat weken gaan duren. Alsjeblieft, blijf doen wat het Rijk zegt. Thuis blijven, geen handen schudden, in uw elleboog niezen. Alleen melden als de ziekte wat meer is dan een verkoudheid, zodat de gezondheidszorg niet overbelast wordt. Alsjeblieft, als wij elkaar vasthouden, dan komen we hier overheen. En let ook een beetje op de buren. Want er zullen mensen zijn die wat minder mogelijkheden hebben om zichzelf te redden. En daar staan wij voor hier in Zoeterwoude. Wij hebben zorg om elkaar. En dat wordt nu extra noodzakelijk. Ik vertrouw erop dat we dat met z'n allen goed kunnen doen. Enorm wat er op ons afkomt. Ik leef enorm met u allen mee. Landelijke maatregelen gelden ook voor Leiden-dorp. Beste Leiden-dorpers, dit gaat veel van ons vergen. Van ondernemers tot verzorgenden, brandweer, scholen, kinderopvang, politie, noem maar op. Mag ik als burgemeester u vragen om medewerking en solidariteit? Op onze website www.leidendorp.nl proberen wij antwoord te geven op uw vele vragen. Beste Leidendorpers, laten we oog hebben voor elkaar. Samen zijn we een eenheid en staan we sterk en kunnen we deze crisis aan. Beste Voorschotenaren, afgelopen dagen hebben jullie heel wat over je heen gekregen via de nationale televisie. Er zijn weer nieuwe maatregelen getroffen, zoals bijvoorbeeld sluiten van scholen of bijvoorbeeld het sluiten van de horeca.
Wij als Voorschoten zijn normaal gesproken een dorp van ontmoetingen, van gezelligheid, van een sterk verenigingsleven, van volle terrassen. Toch wil ik u vragen op dit moment te luisteren naar de regels die nu zijn opgesteld en u zich hier ook aan te houden. Alleen samen kunnen we namelijk dit virus blijven controleren de komende weken. Ik vraag ook van u een stukje creativiteit en aanpassingsvermogen. En gelukkig zie ik dat al gebeuren binnen ons dorp. Ik zie met name ondernemers die die zich aanpassen, bijvoorbeeld van restaurant naar bezorging. Ik zie bijvoorbeeld ook sportscholen die in één keer alles online gaan aanbieden. En gelukkig zie ik heel veel mensen en verenigingen die intern al vragen: wie heeft er hulp? Welke mensen kunnen wij bijstaan? Dat wil ik u vragen. Wees creatief, pas u aan en kijk ook om naar uw buurman of buurvrouw in deze zin. Ik vraag u ook om vertrouwen te hebben in ons als gemeente, in ons als veiligheidsregio. Wij zijn hard voor u aan de slag om te zorgen dat alle vitale functies waar u aan gewend bent blijven draaien. Ik wil u wel vragen om ook rekening te houden dat ook bij ons bij de gemeente dat er wat veranderd is. Zo hebben we bijvoorbeeld het klantcontactcentrum, maar daar willen we van u vragen om daar alleen gebruik van te maken bij essentiële vragen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over aanmelden van een nieuwe geboorte of bijvoorbeeld van een overlijden. Of als u echt in uiterste nood bijvoorbeeld een rijbewijs of een paspoort nodig heeft. Ten slotte wil ik u nogmaals danken als Voorschotenaren. Want ik zie dat u ontzettend uw best doet. Ik zie dat wij een hele goede gemeenschap hebben met z'n allen. En ik wil u graag de komende tijd heel veel sterkte en gezondheid toewensen. Niet alleen namens mijzelf, maar ook namens burgemeester Pauline Bouffie, het hele college en de gemeenteraad. Dank u wel. Beste inwoners van Oegstgeest, we leven in een hele bijzondere tijd met een ongekende crisis wereldwijd, maar dat raakt ook Oegstgeest. Onze eerste aandacht gaat uit naar de slachtoffers van het virus die op dit moment thuis in isolatie zitten of in het ziekenhuis. Maar ook naar onze kwetsbare inwoners die ook thuis zitten en onzeker zijn. Daarnaast zien we heel veel ondernemers, ZZP'ers, die op dit moment onzeker zijn over hun toekomst. Hebben ze nog werk? Hoe gaat het met hun inkomen? Ook daar gaat onze aandacht naar uit. We zien in het dorp veel maatschappelijke initiatieven. Prachtige initiatieven waarbij ook mensen bloemen wordt overhandigd en anderzijds steun aan de buren, de boodschappen die gehaald worden. Dat doet ons goed. We zien ook heel veel mensen uit Oegstgeest die werkzaam zijn in de zorg, in het onderwijs of andere cruciale functies. Die zijn we dankbaar. Zeer op dit moment. We weten dat het een zware tijd voor ze is en dat er veel van ze gevergd wordt. Het kabinet heeft maatregelen uitgevaardigd. Die leven wij na. Dat betekent dat bijeenkomsten maximaal 100 personen mogen bevatten. Maar ik vraag ook uw gezond verstand. Denk na voordat u naar buiten gaat of naar een bijeenkomst gaat. En doe het een beetje rustig aan in het sociaal contact. Zeker als u verkouden bent. En hou afstand. In de supermarkt, op straat, bij bijeenkomsten. 1,5 meter is de norm. De dienstverlening van de gemeente. Wij zijn open van 9 tot 12 in de ochtend alleen op afspraak. De afval wordt ingezameld. Dat blijven we doen de komende tijd en ook de Milieustraat is open. Wij vragen wel aan u, ga terughoudend om met het gaan naar de Milieustraat alleen als het echt moet. We leven in een unieke tijd. Uniek in de zin dat we veel thuis zullen zijn de komende tijd. Ook een tijd waarin ik verwacht dat heel veel tuinen in Oegstgeest er fantastisch heel veel aandacht krijgen. Maar ook de tijd om dat ene goede boek wat al een tijd lang op de plank ligt, om dat weer erbij te pakken. Of de spelletjes met de kinderen spelen. En wat ik zelf doe, en ik zie het ook om mij heen, bel eens een dierbare die net iemand verloren heeft de afgelopen tijd. En doe dat eens wat vaker. Tot slot doe ik een oproep aan u. Zorg goed voor uzelf, uw naasten en voor de omgeving. Dank u wel. Ja, we leven in een bijzondere tijd. We zijn hier in het stadskantoor en je ziet dat de meeste plekken om te werken eigenlijk leeg zijn. En zo is het op heel veel plekken in ons land.
En als je naar de stad kijkt, dan zie je dat er veel mensen ook op een bijzondere manier getroffen zijn. Het ergst natuurlijk de mensen die zelf ziek zijn. Er zijn nog niet heel veel mensen die het coronavirus hebben, maar er zijn er wel een aantal. En samen met hun gezinnen hebben ze daar nu in eerste instantie mee te maken. Maar eigenlijk zijn er veel meer getroffenen. De ondernemers die wel kosten hebben, maar veel minder of helemaal geen inkomsten meer. Ouderen die minder bezoek ontvangen. De rest van de bevolking die eigenlijk niet meer de dingen kan doen die ze graag willen doen. We hebben er allemaal mee te maken. Kinderen die thuis moeten blijven. En dat is iets wat ik in ieder geval nog nooit eerder heb meegemaakt op deze manier. En dat maken we nu als samenleving wel mee. Er zijn ook heel veel mensen die ervoor zorgen dat wat er doordraait, dat dat nog wel zo goed mogelijk doordraait. En dat is ook belangrijk, want de samenleving mag niet stilvallen. De mensen die in de zorg werken, de politie, de brandweer, daar hebben we veel aan. En die hebben ook heel veel te doen deze dagen. Maar ook de mensen die gewoon in de supermarkt achter de kassa zitten of die de vakken vullen. De mensen in de bedrijven die zorgen dat die supermarkten weer bevoorraad worden. Ook het gewone werk wat nog gewoon door kan gaan. Het is belangrijk, want de samenleving moet wel doorgaan. En gelukkig, en daar ben ik ontzettend blij mee, zie ik ook dat er heel veel Leidenaren anderen willen helpen. En zo ken ik eigenlijk Leiden ook. We kijken naar elkaar om en dat gebeurt ook in deze tijd. En dat is heel erg mooi. En daar ben ik ook erg blij mee. En Leidenaren, laten we dit in ieder geval tegen elkaar zeggen. Dit is een moeilijke tijd, maar samen kunnen wij dit aan. Dat hebben we in het verleden laten zien en dat laten we nu ook zien. Kijk een beetje naar elkaar om.